iedereen hebben. Kunnen jullie een soort cirkel maken rondom deze manden? Dus dat jullie een stap achteruit doen. Achteruit, ja, heel goed. Zodat iedereen goed kan zien wat hier gebeurt. Helemaal goed. En dan wachten we even. Kijk, we hebben publiek. Zullen we even zwaaien naar het publiek? Hoi publiek! Hoi! En zometeen als jullie echt weer uit zijn, dan is het alleen maar meer. Nacht! Dat is niet normaal. Ga maar naar Sam. Dit is een soort media-training. Ik denk dat we bijna iedereen hebben. We hebben al bijna Samira. Ja, dat is Samira. Kijk eens aan. Oké, we gaan voor de laatste keer vragen. Kunnen jullie allemaal 2 stappen achteruit doen? 1, 2. Kijk, heel goed. Want voor jullie zien jullie 2 mannen met daarin houten zwaardjes. En wie weet waarom we voor het opleiden van nieuwe ruiters een houten zwaardje gebruiken. Ja. Die kunnen mensen niet pijnigen. Want zwaardvechten is natuurlijk wel iets heel erg gevaarlijks. Maar wel iets wat je moet kunnen als ruiter. Dus hebben we als ruiters 1 hele belangrijke regel samengesteld. Je houdt de punt van het zwaard in rust altijd met de punt naar beneden. En wie weet waarom we dat doen? Ja. Zo kan je niet mogelijk iemand raken. Want stel je voor, ik ga het nu even voordoen, heel verkeerd, doe je de punt zo. Dan kan ik dus allemaal knieën raken, of een buik, of een arm. En dat doet wel een beetje pijn. Dus we houden het punt van het zwaard altijd naar de... Oké, pak allemaal maar een zwaardje en stel je op het zand voor. Nee, die mag het zand voor. Kom maar naar de zon. En hou het punt naar beneden. Punt naar beneden. Noem maar met de mij. Oké, heel goed. Ja. Je kunt snel beneden, heel goed. En dan mogen jullie plekje zoeken waar je genoeg ruimte hebben. En niet te ver weg natuurlijk, want dan kan je niet meer zien. Sam, kom hier. En dan om te testen dat je genoeg ruimte hebt, steek je de punt van het zwaard voor je in het zand, heel ver voor je. En dan maak je een rondje om jezelf heen. Kijk, en dan komen we erachter dat dit dus een beetje gevaarlijk is. Als je nu een stapje achteruit. Heel goed. En als het goed is, zie je dan een cirkel. En dat, lieve onze ruiters, is jouw gevechtscirkel. En als je daar in je eentje in blijft staan, kan er niks gebeuren. Oké, en als we dan daar staan, dan stampen we onze voeten heel stevig in het zand. Oké. En Joost zegt mij altijd dat er maar 1 manier is om dat heel goed te doen. Je springt namelijk heel hoog de lucht in en dan kom je heel diep in het zand. Kunnen we eens een keer doen? 3, 2, 1. Ja! Oké, nu sta je heel stevig. En dan zegt Maurits altijd dat je als ruiter heel erg rechtop moet gaan staan. Kun je wel rechtop staan? Kijk eens aan. En dan als laatste vind ik 1 ding heel erg belangrijk. Je moet namelijk iets doen met je gezicht. Ik ben benieuwd dat jullie het kunnen raden. Oké, komt ie. Hoe kijk ik nu? Hoe kijk ik? Serieus? Stoer. Stoer! Ja! Heel goed! Kunnen jullie allemaal stoer kijken? Want als je ongenodigd komt te staan met de vijand, dan kan de vijand 2 dingen doen als je heel stoer kijkt. Hij kan je in de ogen aankijken, zich omdraaien, heel hard wegrennen, of hij kan blijven staan. Nou, als je stoer genoeg kijkt, dan weet ik zeker dat de vijand 9 van de 10 keer heel hard wegrent. Maar als hij blijft staan, moet je dus je zwaard kunnen gebruiken. En dat gaan wij hier leren. We gaan de ruiter vechtigheid leren. En daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Want ik ga zo meteen allemaal dingen roepen. En dan is het nu jullie taak om het precies na te roepen. Zullen we dat een keer proberen? Oké, dus ik roep. Het is je vast nog nooit gezegd. Dan roepen jullie. Het is je vast nog nooit gezegd. En dan 10 keer zo hard. Oké, komt ie. Het is je vast nog nooit gezegd. Het is je vast nog nooit gezegd. Hoe je als een ruiter vecht. Hoe je als een ruiter vecht. Ja, dit komt helemaal goed. Daar komen bewegingen in, hè? Doe mij gewoon maar lekker na, dan komt het helemaal goed. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja! Zijn jullie klaar voor? Ja! Oké, komt ie! Het is je vast nog nooit gezegd. Het is je vast nog nooit gezegd. Hoe je als een ruiter vecht. Hoe je als een ruiter vecht. Die lessen zijn je heel veel waard. Die lessen zijn je heel veel waard. Je steven staan en pak je zwaard. Steven staan en pak je zwaard. Tot zo! Tot zo!
Schooien. Schooien. Zwaard hier. Zwaard hier. Voor je. Voor je. Want zo. Want zo. Schooien. Schooien. Zwaard hier. Zwaard hier. Voor je. Voor je. Komt trots de vijand op je spoor. Dan zet je dus een stap naar voor. Zet je dus een stap naar voor. Hij kan zo'n aanval nooit weer staan. En zo val je de vijand aan. En zo val je de vijand aan. Ha! 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 Heel goed, dat kan harder! Ha! 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 Doe plots de vijand iets terug. Doe plots de vijand iets terug. Probeer je dus die aanval vlug. Stap achteruit in volle vaart. Blokkeer dan met jouw zwaard zijn zwaard. Ho! 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 Dat kan harder! Ho! 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 Nu kwade! Val af! Ha! Ha! Val af! Ha! Ha! Weer af! Ho! Ho! Weer af! Ho! Ho! Val af! Ha! Ha! Val af! Ha! Ha! Weer af! Ho! Ho! En dan blijf al applaudisseren. Ja, heel goed. Heel trots. Heel goed gedaan allemaal. Oké. Okay. Nu jullie kunnen zwaardvechten als één van de beste. Zijn jullie bijna klaar om echte nieuwe ruiters te worden? Maar om een echte ruiter te worden, moet je nog één ding weten. Er is namelijk één heel belangrijk geheim dat alleen echte ruiters weten. En dat... Nee, Thomas. Wat? Dat kun je niet hier vertellen. Hoe zijn we dat? En dit geheim is echt alleen voor echte ruiters. Dus laten wij teruggaan naar ons klaslokaal. En dan vertellen Samir en ik jullie het laatste geheim. Is dat goed? Ja! Dat is super! Dan loop je nu de zwaardjes weer terug in de mantel. En dan gaan we volgen naar het klaslokaal. Sam, andersom doen. Super, super man. Ik vond het niet. Kijk, en dan komt er bij de volgende ruiter in de deel. Deze wacht is heel erg op stand. Ja, precies. Want een echte ruiter neemt nul zand mee naar binnen. Zo, dus hij heeft het.